Zolang dit maar doorgaat bij D'Angela, kan hij mij niet lastigvallen. Maar zo, wel, is het. Zo is het, hè? Ik zak langzaam weg onder de tafel. Ja, u denkt van, ik ben zo weer weg. Directeur Vereniging Nederlandse Sigaretten en Kerftabakfabrikant. Schrijft het zo goed? Ja, klopt. Dat is uw baan, hoor, zei hij er net ook bij. Ja, toch? Ja, zo is het. U vond het fijn dat we niet iemand in een rolstoel tegenover u zetten. Dat was voor u wel een reden om wel te komen, toch? Dat vond u altijd dat u op 3-0 achterkomt. Nou, ik heb dat van tevoren aangegeven. Dat als je voor een uitzending zoals deze wordt uitgenodigd, dan maak je vaak mee dat men het dan aardig vindt om iemand tegenover je te zetten die daar dan een grote heibel gaat maken. Niet omdat dat journalistiek iets oplevert, maar alleen maar vanwege het gekrakeel. En het effect, het is een beetje effect. Framing en dan zorg je ervoor dat gelijk... Van roken kom je toch niet in een rolstoel? Nee, maar als je heel ziek bent, zou dat kunnen. Maar bij wijze van, dat gebeurt u vaker, dat er dan mensen tegenover je worden gezet die heel ziek zijn geworden van het roken. En dan vindt u het al dat u op een achterstand staat. Nee, het is mij niet gebeurd, want dit is voor mij de eerste keer dat ik hier verschijn. Wat is de reden eigenlijk dat u komt? De aanleiding, ik antwoord dan net als Angela. Ik word uitgenodigd. Ik heb mezelf niet aangeboden. Nee. De aanleiding maar was... Je had wel beter bij Late Night kunnen gaan zitten, denk ik. Was u iets liever aangepakt. Goed, dat leer ik dan ook weer van. Het programma bestaat niet meer, moet ik u vertellen. Nee, dat is voor de duidelijkheid. Ja, dat is voorbij. Het programma bestaat nog, het komt weer terug. Oh ja, dat is waar, Twanhuis. Ja. Nou, die pakt u ook aan, hoor. Let maar op. De aanleiding is ongetwijfeld het nieuws. Het onderzoek gisteren... van het RIVM. Laten we even voor de mensen die het gemist hebben. Even RTL Nieuws met het onderzoek van RIVM. Ja. Het RIVM onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid 100 type sigaretten. En stuk voor stuk zijn ze veel schadelijker dan de fabrikanten zelf zeggen. De uitschieter, de Marlboro Prime sigaret. Volgens de informatie op het pakje bevat die 1 milligram teer, 0,1 milligram nicotine en 2 milligram koolmonoxide. Maar uit de testresultaten van het RIVM blijkt dat er per sigaret 26,1 milligram teer, 1,7 milligram nicotine en 40 milligram koolmonoxide in zit. In alle geteste sigaretten zaten veel meer schadelijke stoffen dan gedacht. En op één na zaten ze ook allemaal boven de wettelijke norm. Je hoort het zelfs in de zaal hier, meneer Streeten. Mensen schrikken daarvan. Ja. Dat kunnen ze zich voorstellen. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Maar het is ook best ingewikkeld om het uit te leggen. Maar toen ik hier het Mediapark inreed, staat daar beeld en geluid. En er staat heel groot op, nieuws of nonsens. Ja. Nonsens is misschien te veel gezegd, maar dit is wel met een andere letter N, nepnieuws. Dit is echt. Dus het RIVM verspreidt nepnieuws, zegt u? Ja, dus. Toch een serieuze organisatie, het RIVM, lijkt mij. Ja, een serieuze organisatie. En ze doen ook goed onderzoek. Dus daar, maar in dit geval niet. Daar gaat het niet over. Het gaat erom de vergelijking die ze hier maken. Ja. En het is gewoon appels met peren vergelijken. En natuurlijk, als je een andere meetmethode hanteert, dan krijg je andere resultaten. Ja, en behoorlijk andere resultaten. Het komt niet eens bij elkaar in de buurt. Nee, hè? Maar je kunt ook een meetmethode ontwikkelen die misschien een factor 1000 hogere einduitkomsten had. Dit is een Canadese methode die het RIVM heeft gebruikt. Er is een ISO-methode die al 25 jaar geldt volgens mij in Europa. Ja. En die is de juiste methode, zegt hij. De enige juiste methode. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar het is de methode die door Europa en dus ook in Nederland wettelijk wordt voorgeschreven. Ja, wij hebben als fabrikanten geen keuze. We hebben geen keuze dan die methode te hanteren. U bent een slachtoffer van, als ik u zo hoor. Nee, toch? Helemaal niet. Maar ik zeg dat wij doen dat wat de wet voorschrijft, die methode hanteren. ISO-methode. Het is een methode die de tabaksindustrie erg goed uitkomt. Dat klopt, nee, toch? Nee, waarom? Nee, nee. Nou, als je ziet hoe groot het verschil is met die andere methode, dan kunt u zeggen dat met uw methode dat u geen probleem heeft, want dan voldoet u aan de wet. Terwijl volgens die methode het extreem grote verschil, wel, kijk, hier staan ook een paar bepaalde voorbeelden, wel extreem groot is. Ja. Dus daar zit u niet op te wachten, op die methode. Nee, maar als er iemand, bijvoorbeeld deze staatssecretaris, zegt dat hij een betere methode weet, dan is er niks op tegen om die nieuwe meetmethode te gaan hanteren. Maar dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, want u bent een lobbyist, Poursang. En die tabaksindustrie is natuurlijk zo sterk. Het lijkt natuurlijk een klein beetje op de wapenindustrie in Amerika. Die is ook zo sterk natuurlijk, die lobby die daar gevoerd wordt. Dat geldt natuurlijk ook voor de tabaksindustrie. Dus dat gaat nooit gebeuren. Er is zoveel geld, er is
zoveel macht. Dat gaat toch nooit veranderen? Nou, dat is een heel bekend sprookje over die macht. Sprookje? Een sprookje over die macht van de tabakslobby. Daar zit u dan mee aan tafel vanavond. U zit ook in het bestuur van VNO-NCW. Er zit ook iemand van de sigarenindustrie bij. Het is een groot bestuur, zeg ik er gelijk bij. Maar het is toch zo dat er was een Europese commissie die die metingen zou onderzoeken. Of er misschien nieuwe methodes moesten komen. Maar van de 10 leden waren er 8 mensen uit de tabaksindustrie. Daarom is het RIVM er ook uitgestapt, bijvoorbeeld. Ja, dus maar dat zegt toch heel veel. Als je 8 partijen uit de tabaksindustrie in een commissie zet die je moet onderzoeken hoe je moet testen, dat is toch totaal niet objectief. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Nee. Ja, sorry. Dat is opnieuw een hele andere kwestie. En ook weer vrij technisch om uit te leggen. Dat gaat over de NEN-commissie. Dat is een Nederlandse normcommissie. Dat is een commissie die zich bezighoudt met het voortdurend bij de tijd houden van die meetmethode. Die commissie gaat niet over de eisen die worden gesteld aan sigaretten, over die maximale emissies. Die gaat erover, heel technisch. Ja, je maakt er nu een technisch verhaal van. Ja. Maar de essentie is toch dat de macht van de rooklobby, de tabakslobby, enorm groot is. U zult natuurlijk zeggen van niet, maar ik kijk aan deze tafel. Wie gelooft dat de macht van de tabakslobby groot is? Gert-Jan, geloof jij dat? Geef eens een voorbeeld vanuit de laatste 10, 15 jaar waar dat dan uit zou moeten blijken. Wat grappig is, je had in 1999 de film The Insider. Misschien wel leuk om een stukje te zeggen, maar gaat dit eigenlijk over? Ja, natuurlijk ken ik dit stukje en ik weet hoe dat gegaan is in het verleden. Maar iedere keer als het over dit onderwerp gaat, komt men aanzetten met voorbeelden uit de Verenigde Staten of uit Uruguay. En altijd van 20 of van 40 of liever nog van 60 jaar geleden. Als je naar dat verhaal van Benedikt Fick kijkt, die daar ook een enorme strijd voor voert. Ja. Misschien aardig voor de mensen die dat niet gezien hebben om even kort daar een soort samenvatting van te zien. Dan ben ik benieuwd naar uw reactie. Wat Annemarie betreft aan de hand is, dat is dat beseft zou moeten worden wat de gedragingen van de tabaksproducent zijn, waar zij op uit zijn, wat hun doel is, wat de tekening is van de sigaret, ik beperk me even tot de sigaret, wat het design is van de sigaret, wat daarin verborgen zit en hoe je dat zou moeten kwalificeren. En dan kom je tot heel andere conclusies, dat de tabaksproducent aan de lopende band heel bewust en met voorbedachte raden, en dat is niet een of ander laf ballonnetje, maar ik meen dat echt met heel mijn hart, maar dat zij met voorbedachte raden jonge mensen bewust door de samenstelling van de sigaret zelf designed to addiction, dat ze ze verslaafd maken. Dat is vrij recent dit. Dat klopt ook niet, het verhaal? Nee, dat klopt niet. En het is niet omdat ik dat zeg. Maar dit is onderdeel van die aangifte die mevrouw Fiek heeft gedaan tegen de tabaksindustrie. Althans tegen 4 grote bedrijven. En die aangifte is op alle punten, maar dan ook letterlijk op alle punten, naar de prullenbak verwezen door het OM. Dat komt natuurlijk ook omdat hij zich aan de wettelijke norm houdt die afgesproken is via die methode bijvoorbeeld ook, die test met die sigaretten, toch? Dat is een van de redenen. Omdat wij inderdaad ons houden aan de wetten en regelgeving. Die er, en zolang er geen nieuwe testen gaan komen, heeft u geen enkel probleem. Daar komt het er eigenlijk op neer, want dan houdt u zich aan de wet. Nee, want dat is wat ik net zeg. Als er een nieuwe methode komt waarvan men zegt in Europa of wereldwijd, maakt me niet uit, dat die beter is, meer geschikt, dan vindt de staatssecretaris ons aan zijn zijde. En dan zullen we daar samen de schouders achter. Rookt u zelf? Nee. Niet? Nee. Waarom? En waarom niet? Waarom niet? Nee. Ja, daar zijn vele redenen voor natuurlijk. Ik heb wel gerookt op een gegeven moment. Omdat het ongezond is? Dat is een feit dat roken ongezond is. Dus dat was ook niet nieuw voor mij. Daar kwam ik niet op een dag achter dat ik dat las in de krant en denk van als dat zo is, dan moet ik maar eens stoppen. Nee, dat is algemeen bekend. Nee, het waren in mijn geval puberkinderen die zeiden, zou je daar niet eens mee ophouden? Ja. En wilde u dat ze gingen? U heeft het gedaan dat u niet wilde dat ze gingen roken, neem ik aan. Dat ze het over gingen doen. Ja, klopt. Omdat het ongezond is. Ja. Maar voelt het dan niet heel dubbel om dan de lobby te leiden van de tabaksindustrie? Hoe werkt dat dan? Ja, nou ja, dat is wat ik daarnet zei. Het is uw werk.
Wat zeg je? U wordt ervoor betaald, is uw werk. Ja, maar dat werk is dan toch weer anders dan wat jij opperde. Ik ben niet van het roken promotieteam. Ik ben niet van de verkoopbevordering. Ik ben er om de belangen van de industrie uiteen te zetten aan politiek en overheid. Ja. Dat is toch echt wat anders. Ja, die heel veel geld heeft. Zou je het liever doen voor iets wat goed is voor de mensheid? Radijsjes, zoals Wilfred bijvoorbeeld. Ja, vullen of onderbroeken. Ja. Oh, de onderbroeken. Ja, waar zijn die eigenlijk? Ik zie de onderbroeken hier niet op. Onderbroeken is heel mooi. Prikkeldraad is heel mooi. Er zijn een heleboel sectoren waar je verdienstelijk voor kunt maken. Het toeval heeft me hier gebracht. Ja. Het toeval? Ja. Maar u heeft in het verleden allerlei dingen gedaan. U heeft zelfs slachtafval, gistingsafval in Rusland, dat soort dingen. Heeft u allemaal er ook voor? Nee, dat klopt. Ik heb een heel verleden in de advieswereld voor allerlei. Voor de zuivelindustrie, voor de maalindustrie, voor broodbakkerijen, voor de afvalverwerking. Ja, maar mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf als ze dit soort dingen doen. Dat is een van uw motto's, neem ik aan, als ze gaan roken. Ja. Er zit geen verslaving. Dat is wel een beetje zo. Dat is ook je wel moet er gewoon zo. Niet aan beginnen, punt. Maar ik bedoel, het verhaal van de verslavende stoffen is niet waar, zegt u ook. Dat klopt. Dat er extra stofjes worden toegevoegd om mensen meer verslaafd te maken. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is ook niet waar. Dat is niet waar. Nee. En als er die nieuwe maatregelen zouden komen om een andere meting te doen, dan zou de tabaksindustrie absoluut geen probleem mee hebben. Nee. Klopt. Als het die van die RIVM wordt, zou dat goed zijn? Nou, de RIVM die komt nu met een methode uit Canada. Waarvan ze denken, of in ieder geval stellen, dat die beter zou zijn dan de bestaande ISO-methode. Ja. Het is helemaal de vraag of dat beter is. Maar prima, het maakt namelijk helemaal niet uit. Die meetmethodes die zijn er niet voor bedoeld om te kijken wat precies de inname is aan vieze stoffen in tabaksrook. Die zijn er om sigaretten onderling te kunnen vergelijken. Dus het is van belang dat je bij een laboratorium van het RIVM in Bilthoven, als je daar een pakje sigaretten test en je stuurt dat pakje daarna naar Spanje of naar de Verenigde Staten, dat daar dezelfde resultaten uitkomen. Dat is het belang van die testen. Ja. En of daar dan 2 uitkomt, 2000 of 2 miljoen, dat doet er volstrekt niet toe. Oké, okay, minister Edelman. En daarom kun je dat dus ook helemaal niet vergelijken. Daarom is het appels met peren. Ja. En daarom is die suggestie die hier wordt neergelegd, en dat vind ik echt kwalijk. De suggestie dat de industrie zegt dat het maar zoveel is, maar dat het in werkelijkheid. Gek, hè, waar die suggestie vandaan komt. Het gaat om de gaatjes. Heel apart is dat. Ja, dat is heel apart. Het gaat toch om de gaatjes in die sigaret, die je wel of niet dicht houdt. Die dan dicht op het moment dat je sigaret vast zou houden. Maar, u begon net met de term fake news, en dan word ik altijd een beetje kriegel, want dat is echt tegenwoordig marschering en inslag om, als het je niet zint, om dan fake news te doen. Wat zou de motivatie van het RIVM zijn om hierover te liegen? Of hier bewust een verkeerd verhaal over in de wereld te helpen? Nogmaals. Behalve de volksgezondheid. Stimuleren. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het doel van de staatssecretaris. Dat doet hij op zichzelf goed. Maar hij toont zich daar erg activistisch in. En wat ik zeg, door die twee dingen met elkaar te vergelijken, door appels met peren te vergelijken en de suggestie daarin te leggen dat de industrie het ene bewust laag presenteert, terwijl de werkelijkheid anders is. Ja, uw werkelijkheid, voor de duidelijkheid. Nee, pardon. Dat is de werkelijkheid. Van de meetmethode die... Van de Europese Commissie. Ja. Die in 28 lidstaten van de Europese Unie wettelijk is ingevoerd. Waar onze staatssecretaris nu alles aan gaat doen om die methode te veranderen. Maar mag ik wel bedanken ervoor, voor uw aanwezigheid? Niet voor uw werk, maar wel voor uw aanwezigheid. Ja. Want we zijn natuurlijk...